Danny Jonk, voorzitter van muziekvereniging Excelsior in Winterswijk. Het zou een stille Koningsdag worden, want ja, door corona geen activiteit. Maar muzikaal gebeurt er toch wat. Wat gaat er gebeuren? Ja, er gaat toch iets gebeuren. We gaan in aansluiting op de oproep van de landelijke Oranjevereniging om 's ochtends om 10 uur het Wilhelmus te zingen. Gaan we dat in Winterswijk, gaan we dat muzikaal doen. En we hebben dat opgepakt met de samenwerkende muziekvereniging in Winterswijk. Dus dat zijn alle harmonie- en fanfare-orkesten van Winterswijk. En wij gaan gezamenlijk 's ochtends om 10 uur, maar wel corona-proof, gaan we het Wilhelmus ten gehoor brengen. Gezamenlijk, maar coronaproef. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat betekent dat we natuurlijk niet bij elkaar kunnen komen. Kijk, het liefst musiceren we natuurlijk altijd samen. Maar dat kan op dit moment helaas niet vanwege de coronamaatregelen. Maar wat we gaan doen is, we gaan allemaal vanuit huis gaan we musiceren. Vanuit de tuin, voor de deur, vanaf het balkon. Maar we gaan dat wel echt samen doen. Want met een digitale verbinding staan we met elkaar. Kunnen we allemaal een dirigent zien. Zodat we allemaal ook echt exact op hetzelfde moment het Wilhelmus kunnen spelen. En we hebben in Winterswijk heel veel muzikanten, dus ik verwacht dat in heel Winterswijk op die manier het Wilhelmus te horen zal zijn. En was het enthousiasme bij alle muziekverenigingen overweldigend? Het enthousiasme was eigenlijk direct groot, want we hebben allemaal hetzelfde probleem eigenlijk. Je wil heel graag je gezamenlijke hobby beoefenen en dat is tegenwoordig momenteel heel erg lastig. En nu kunnen we toch iets gezamenlijks doen op deze manier. Je bent toch virtueel met elkaar in contact, daar zijn we heel blij mee. Dus dat werd meteen heel enthousiast ontvangen. En niet alleen gezamenlijk die hobby beoefenen, denk ik, maar toch ook proberen om in een lastige tijd een vrolijke noot, letterlijk een vrolijke noot te brengen. Ja, absoluut. Want inderdaad, het geeft toch, het is natuurlijk eigenlijk heel kaal op Koningsdag. Gelukkig de Vereniging Volksfeesten doet al iets. De vlaggetjes. Precies. En die ondersteunt ook dit initiatief. En wij kunnen inderdaad op deze manier muzikaal daar toch ook iets aan toevoegen om toch een soortement van gezamenlijk Koningsdag te vieren op deze manier. Het gaat niet alleen om de muzikanten van de gezamenlijke muziekvereniging in Winterswijk, maar eigenlijk wilt u nog meer, hè? Ja, klopt inderdaad. Bij deze wil ik eigenlijk ook van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Namelijk aan alle muzikanten in Winterswijk. En dat hoeven dus niet alleen maar blaasinstrumenten te zijn. Maar bijvoorbeeld ook een piano of een viool of wat ook. Doe mee. Meld je aan via het e-mailadres orkestmanager@eendracht-winterswijk.nl. En je krijgt van ons de bladmuziek toegestuurd en de instructies om aan te kunnen sluiten op de digitale dirigent. Dus orkestmanager, apenstaartje, Eendracht, -winterswijk.nl voor iedereen die mee wil doen. Voor iedereen die mee wil doen. En een aanvullende oproep aan heel Winterswijk dat geen muziekinstrument bespeelt. Zing natuurlijk uit volle borst mee. Op die manier ondersteunen jullie enerzijds de musicerende mensen. En anderzijds creëren we daarmee het gezamenlijke gevoel en vieren we Koningsdag samen. Op Koningsdag, dus 27 april aanstaande maandag om 10 uur precies. Hey.